Beste landgenoten, het is bijna Pasen. Het is goed om als natie samen stil te staan bij deze belangrijke dag voor onze Surinamers en het bijzonder voor onze christenen. Pasen symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van het leven over de dood, van het licht over de duisternis. Het bijzondere van Pasen is dat velen in tijd van Christus het niet hadden verwacht. In feite had men een heel ander verwachtingspatroon. Er ging zelfs een dramatische periode aan vooraf. De week voor Pasen was er namelijk Palmzondag. Op die dag werd Christus heel groot binnengehaald in Jeruzalem. Men stond langs de straat en wuifde met palmtakken en was blij, want men zag Christus als redder, de koning die hen direct zou verlossen van de onderdrukking van de Romeinen. Helaas was het een week later geen juichende menigte meer die halleluja riep. De sfeer was totaal omgeslagen en nu riep men: kruisig hem. Beste landgenoten, hoe komt dat? De Bijbel vertelt ons dat de menigte was opgestookt door jaloerse leiders die het gezag en de bediening van Jezus niet erkenden. De verwachtingen van een directe oplossing van al hun problemen zag het volk ook niet. Ze zagen Christus de wapens niet oppakken tegen de Romeinen. De opinie van het volk werd heel duidelijk gemanipuleerd door kwaadwilligen. Zelf toen men moest kiezen voor vrijlating van de vredelievende Christus of de beruchte Barabbas, werden ze aangezet om voor Barabbas te kiezen. Ondanks het vele goede werk dat Jezus had gedaan, werd hij gemarteld en gekruisigd. Iedereen dacht toen dat het voorbij was. Wat zo mooi had kunnen zijn, eindigde op Goede Vrijdag in verdriet en teleurstelling. Zelfs de discipelen die zo dicht bij hem stonden, waren bang en sommigen begonnen teleurgesteld naar huis te gaan. Maar te midden van die verslagenheid en teleurstelling kregen we de paasochtend. De ochtend dat Christus opstond uit het graf en letterlijk de overwinning op de dood behaalde. Hierdoor kregen zijn volgelingen een enorme boost. Ze werden weer enthousiast en we zien dat ze het evangelie over de hele wereld verspreiden. Als we dit verhaal van Pasen lezen en horen, dan kunnen we niet anders dan erdoor gestimuleerd te worden. Ook voor mij als president is dit een stimulans om als leider door te gaan. Wij mogen niet opgeven wanneer de situatie somber lijkt te zijn. Christus had zijn naaste medewerkers verteld wat er zou gebeuren en dat hij weer zou opstaan, maar niemand geloofde het. Hij had aangegeven dat er licht aan het eind van de tunnel was, maar de kwaadwilligen hadden de bevolking tegen hem opgestookt. Ja, het is soms moeilijk als leider om wanneer het minder goed gaat, toch vast te blijven houden en de goede dingen te blijven doen. Maar Pasen leert ons om niet te zwichten voor de duisternis en voor het kwade. Christus heeft ons nog een geweldige les geleerd, namelijk dat de weg naar God open is voor een ieder. Hij maakte geen onderscheid
tussen Jood en Griek en welk ras of achtergrond. Iemand beoordelen of discrimineren op basis van haar uiterlijk gaat tegen de Bijbelse leer in. Christus gaf aan dat wij onze naasten moeten liefhebben als onszelf en dat houdt dus in dat wij nooit mogen discrimineren. Dat geldt niet alleen voor de helft van onze bevolking die aangeeft dat ze christen zijn, maar het is een boodschap voor alle Surinamers. Ik wil dat op deze dag toch wel benadrukken, omdat wij helaas soms zien dat kwaadwilligen de harmonie tussen onze bevolkingsgroepen willen verstoren. Laten wij op Pasen 2023 niet alleen de persoon van Jezus Christus serieus nemen, maar ook wat Hij in theorie en veel meer nog in de praktijk onderwezen heeft. Geef niet op. Ondersteun elkaar. Bemoedig elkaar. En ik wens u allen een gezegende Pasen toe. Mogen God u allen zegenen.